Maar eerst een zaak waarin we duidelijke beelden hebben van een dader. Een man die op carnavalsmaandagmiddag, 16 februari, om ongeveer 3:30 een supermarkt overvalt. Dit is het kruispunt van de Leostraat met de Aalsterweg in Eindhoven. Een kleine 100 meter verderop in de Aalsterweg zit de supermarkt Jan Linders. Op die maandagmiddag loopt die man met een pistool de winkel binnen. Maar voordat hij daar aankomt, heeft een camera in de buurt hem al opgepikt. Hij komt hier net de hoek om. Vanuit de Leostraat loopt hij rustig via de Aalsterweg richting de supermarkt. We zetten het beeld even voor u stil. De man heeft een stevig postuur. Hij draagt een beige vest met strepen op de mouwen. Onder zijn spijkerbroek draagt hij stevige zwarte schoenen. En ook al heeft hij een muts en een zonnebril op, de beelden zijn zo duidelijk. Als die uit de buurt komt, dan moet die haast wel herkend worden. Vlak daarna komt hij bij de winkel aan. En ook hier registreren bewakingscamera's wat er gebeurt. Deze beelden zijn van minder goede kwaliteit, maar toch zie je goed wat er gebeurt. Als de man binnenkomt en meteen doorloopt naar de cashière, heeft zij in eerste instantie nog niet meteen in de gaten wat er gaande is. Dat verandert als ze zijn pistool ziet. De jonge vrouw is doodsbang en geeft de man het geld uit de kassa. Met zijn buit loopt hij op zijn gemak weer de winkel uit. Ook al duurde het niet lang, de cashière is zo geschrokken van de dreiging van het pistool dat ze daar nog last van heeft. Ze durft soms niet alleen te blijven en het slapen gaat af en toe ook slecht. We staan er niet altijd bij stil, maar zo'n overval heeft een enorme impact op een slachtoffer. En daarom zetten we ook nu weer alles op alles om die dader te pakken. En u kunt daarbij helpen. Kijk nog eens goed naar deze beelden, waar de man toch behoorlijk duidelijk op staat. Heeft u een vermoeden wie dit kan zijn? Komt hij ergens uit de buurt? Weet u waar de politie hem kan vinden? Bel dan met de gratis tiplijn op 0800 60 70. U kunt ook anoniem iets doorgeven als u liever uw naam niet zegt. Daarvoor is er Meld Misdaad Anoniem. En dat nummer is 0800 7000.